trots kan een jeugdvoorzitter zijn? Ja, heel trots. We hebben vandaag namelijk 2 bekerfinalisten. Vanmorgen in Nieuwkuijk heeft jongeren onder 9 gespeeld tegen BMC. De Berlicum Middelrode combinatie. En ze hebben zich echt met 6-2 verslagen. Ja, dus na de slag bij Nieuwpoort hebben we nu de slag bij Nieuwkuijk, zeg maar. Nieuwkuijk, het kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te feesten als het elke dag zingen laat. Koning van het seizoen. We zijn begonnen in het seizoen en met een elftal wat aan elkaar gewaagd was. En, wat bereid was om van elkaar te werken en dit heeft geresulteerd, zeg maar, op het einde van het seizoen in de winst van de bekerfinale. Nou, het was echt een hele leuke dag. Ik was ook nog jarig en dat was ook leuk. Het was best een moeilijke ploeg om tegen te spelen, maar we hebben toch gewonnen. Ja, we hebben gewoon goed eigenlijk de wedstrijd gedomineerd eigenlijk. We maakten eigenlijk onze kansen niet eens af, want we hadden eigenlijk gewoon nog met grotere cijfers kunnen winnen. Jullie hebben met 6-2 gewonnen. Heb je ook gescoord? Nee, ik sta in verdediging en keeper. Dus dan... Je bent keeper, maar dat heb je het ook goed gedaan, toch? Ja, ik heb wel 1 bal doorgelaten, maar daar kon ik ze niets aan doen, want ik verzwikte mijn enkel. Maar je hebt zeker een hele trotse trainers afstaan. En ook, wat Sander al zei, hebben een hele goede ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. Het is echt, je hebt de spelers in groeien, het is een echt team geworden. Vaak wordt er gezegd, op die leeftijd is het allemaal voor zich, maar er werd gewoon echt goed overgespeeld, samengespeeld, voor elkaar gewerkt. We gaan volgend jaar weer de beker pakken, denk ik. En proberen eerste te worden in de competitie, maar ja, als we die beker al hebben, nou hebben we die beker en dan gaan we volgend jaar weer. Hoog moeten tegenaan.